Welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Als je jong bent, worden de sprookjes voorgelezen, maar dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes voor volwassenen. Vandaag live vanuit De Pomp in Hoven. En ik word vandaag bijgestaan door niemand minder dan Soen Suki. Soe, we kregen van het publiek een titel. Er was eens een postbode die alles kwijt deed en niet kon fietsen. Goed? Alright. Pomp, hier gaan we dan. Er was eens een postbode die alles kwijt deed en niet kon fietsen. Ze heette Pepita. Pepita de postbode. Ze had van kleins af aan altijd al moeite gehad om te fietsen. Ze had het geprobeerd met een tweewieler, een driewieler, een vierwieler en zo'n go-kart. En maar zelfs dat ging niet. Nee, ook, dat was geen fiets, maar ook dat kon ze niet. Alles met wielen, daar was Pepita niet voor geboren. Nee, maar ze droomde wel van kleins af aan al van één ding. Brieven ronddelen. Brieven ronddelen. Als ze klein was, deed ze dat al voor de vriendjes van haar klas. Dan schreef ze briefjes op en wandelde ze heel de school rond, zodat iedereen van Pepita briefjes kreeg. Maar dan werd Pepita ouder en moest ze slagen voor het examen van postbode. Nu, dat examen is niet moeilijk. Iedereen die postbode zou willen worden, kan normaal gezien ook wel postbode worden. Er zijn echter twee heel belangrijke dingen die je moet kunnen. Dingen bijhouden en fietsen. En net die twee dingen waren voor Pepita heel, heel moeilijk. Ze had er nogthans op geoefend. Ze had 10 appels gaan plukken in de appelgaard, want zo heet het. En probeerde die dan veilig naar huis te brengen. Maar ze kwam aan en het waren altijd minder dan 10 appels. Ze verloor die gewoon, terwijl ze wandelde. Ze snapte niet hoe, maar het gebeurde altijd. Het gebeurde altijd. Zo onhandig was Pepita. Nu, op de dag van het examen, krijgt ze een fiets. Ze krijgt een tas met brieven. En ze moet laten zien dat ze een goede postbode kan zijn. Pepita had echt alles eraan gedaan voor een goede test te doen. Ze had de avond ervoor op allemaal briefjes geschreven niks laten vallen, niks vergeten. En die dan zo in een cassetje ingelezen en daarmee dan gaan slapen, waarin dat er een stem zei: Pepita, morgen ga je niks vergeten. Pepita, morgen ga je niks laten vallen. Pepita, morgen zal je kunnen fietsen. Maar het examen begon en na 1 meter had ze haar brieventas al verloren en na 2 meter lag Pepita op de grond. Zij ging niet slagen voor het examen. Doch zijn er nog andere manieren om te slagen voor een examen. En Pepita had er alles voor over. Maar ze wilde ook tegelijk het patriarchaat omverwerpen. En voor Pepita was dat veel te hoog gegrepen. Ze haalde haar diploma met glans. En ze mocht aan haar eerste dag beginnen. Ze kreeg de Noordwijk, een wijk met heel veel huizen, weinig appartementen en heel veel sociaal contact. Pepita had ondertussen ook een nieuw vervoersmiddel gevonden. Een birdstepje. Zo'n stepje van in de stad. Ja, een bird, steppeke. En dat kon ze wel? Dat kon ze dat wel. Dat kon ze wel. Dat kon ze wel. Pepita schrok zelf van, wow, iets met wielen, dat ik kan. Het zijn heel kleine wieltjes. Hele kleine wieltjes. Misschien was dat de truc. Moest Pepita hele kleine wieltjes en hele kleine briefjes hebben. Ja. Maar ja, ze had gewoon de brieven. Ze begon te gaan en ze komt bij het eerste huis aan en ze merkt, haar zak is half leeg. Maar ze dacht, als ik nu hier een sticker met Tippex over die brief ga en het adres opschrijf van waar ik nu ben, gaat niemand dat nooit weten. Dus en zo begon zo de briefvervalsing van Pepita. Pepita vervalste brieven.
Mensen die vier brieven moesten krijgen, kregen er maar één. Maar iedereen kreeg wel een brief. En zo gebeurde het dat in dat deel van de stad Bram de belasting betaalde van Cindy. Erik te weten kreeg dat zijn moeder was gestorven, terwijl dat eigenlijk de moeder was van Gisella. Iedereen kreeg de foute post. Mark was plots een penpijl van Karel in de gevangenis. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Hele, hele leuke voorbeeldjes. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Nu, het gevolg was dat iedereen begon te kennen. Door alle fouten die Pepita maakte, kwam de buurt eigenlijk tot leven. Mensen kwamen terug buiten om te checken van waar moet deze brief. En iedereen begon zelf de brieven naar elkaar te brengen en begon eigenlijk elkaar beter te leren kennen. En ze groeiden ook dichter naar elkaar toe, want ze hadden een gemeenschappelijke vijand. Ja. Pepita. Op dat moment zagen ze nog altijd niet het voordeel in dat Pepita eigenlijk aan hen leverde of gaf. Iedereen kwam beter met elkaar overeen. Politieke partijen die tegen verandering waren, die scoorden minder. De bruine buurman van de ene werd de lievelingsbuurman van de andere. En zo werd de buurt waar Pepita rondging mooier en mooier en mooier. Maar ze werden kwader en kwader op Pepita. Maar Pepita had haar droom, haar kinderdroom, kunnen waarmaken. Dus ze dacht, ik ga de goede persoon zijn en gewoon verhuizen naar een ander land en het daar allemaal opnieuw doen. En zo kan deze buurt mij blijven haten, maar wel als één blijven. En ik ga dit elders nog eens herhalen. En zo gebeurde. En sindsdien reist Pepita de wereld rond om overal foute brieven in de bus te steken. Pepita, de postbode van de wereld. Die niet kon fietsen en alles kwijtspeelde. Nu, wat is de moraal van dit verhaal? Dat als je de juiste post krijgt, slaagt dan even op de postbode zijn bakjes. Want het leven wordt leuker als ook de postbode af en toe een foutje mag maken. Slaap lekker.